Er zijn dit voetbalseizoen weer de nodige veranderingen bij de Oosterwijkse verenigingen. We informeerden naar de veranderingen in de selecties bij aanvang van dit seizoen. Omdat Audacia, Nevelo en Taxandria uitkomen in dezelfde klasse, zijn er dit seizoen twee spannende derbies in Oosterwijk te verwachten. Allereerst nemen we een kijkje bij SV Nevelo, die vorig jaar nog lang meespeelde voor een periodetitel. Dit seizoen mist de club twee dragende spelers. Dit verlies zal vooral worden opgevangen door de 6 jeugdspelers, overgekomen van de eigen jeugdafdeling. Voor trainer Leon Hutte, die ook dit jaar weer voor de groep staat, zal het een hele klus worden om goede resultaten te halen. Maar misschien zorgt hij wel voor een verrassing. Verder is er bij Nevelo een nieuwe verzorger gekomen, Tom Krooswijk, en de nieuwe keeperstrainer Wil van Os. SV Oosterwijk had vorig jaar een moeilijke periode, maar wist zich te handhaven in de derde klasse dankzij een grote inspanning aan het eind van het seizoen. Het verlies in de selectie dit seizoen is groot. Maar liefst 8 spelers zijn vertrokken, maar er zijn ook 10 nieuwe spelers bijgekomen. Jammer is wel dat er weinig Oosterwijkse spelers tussen zitten. Voor trainer Rob van Kaai ook nu weer een hele uitdaging om met dit spelersmateriaal een mooi resultaat te behalen. Het zou mooi zijn in dit jubileumjaar waarin SV Oosterwijk haar 100 jaar bestaan viert. Taxandria. Zij wist zich, ondanks alle inspanningen, het afgelopen jaar niet te handhaven in de derde klasse en degradeerde naar de vierde klasse. Er zijn 4 spelers vertrokken. Door de komst van 4 nieuwe selectiespelers en de doorstroming van 5 eigen jeugdspelers heeft Taxandria de selectie weer goed op orde. Ook is er bij Taxandria een nieuwe trainer aan de slag, Koen Vos, afkomstig van voetbalclub Gils. Taxandria zal er alles aan doen om hun jubileumjaar, zij vieren het 70 jaar bestaan, van glans te voorzien en weer terug te keren in de derde klasse. Onze sportredactie wenst alle clubs heel veel succes.